Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering van KS Eupen Geheimmode. We hebben hier een wedstrijd tegen Beerschot die ik ga simuleren. En we winnen net met 1-2. Dan pakken we weer eens 3 punten. Dit zorgt ervoor dat we tweede zijn. Als we in de top 2 al eindigen, zijn we al zeker van promotie. Dus goed dan. Hopelijk kunnen we deze positie behouden. En dan ga ik even verder. De volgende wedstrijd is tegen eigenlijk een Frans team. Dit ga ik ook simuleren. Ik ga gewoon in deze video heel veel wedstrijden simuleren. Zo ga ik makkelijker door het seizoen. Dit winnen we dan ook met 2-1. De volgende wedstrijd is tegen Heerenveen. Zij staan op dit moment 14e. Dus ik denk dat ik daar ook al van moet kunnen winnen. Misschien dat ik nog mijn scouts verslag bekijken. Hier deze. Nee. Deze ook. Nee. Ik heb nog steeds niet echt iets interessant gevonden. Ik ga ook simuleren dit. En we winnen net met kleinste verschil 0-1. We hebben wel heel veel wedstrijden op rij al gewonnen. We staan nu hier door eerste. Al wel mijn wedstrijd minder gespeeld. Oké, onze speler in onze spitsen die geblesseerd was. Een van de eerste afleveringen is weer terug, dus dat is mooi. Omkoers Hongarije ga ik afwijzen. En ik nu wel even die nieuwe, die teruggekeerde spits ga opstellen. Kan hij weer eens spelen na zo lang geblesseerd te zijn. Hopelijk kunnen we dit ook winnen tegen Oostende. Ah ja, we doen eens punten verliezen, spelen gelijk. Ik kan niet altijd winnen. Daar wel nog steeds eerste. En ik toch even ga mijn goede Bosnische spits gaan opstellen. Hij heeft al heel veel gescoord. Dit seizoen zit hij al aan 16 doelpunten. Er zijn nog maar 13 wedstrijden. Snel simuleren. Oeh, 0-3. Dat is een goede overwinning. Dit zie ik graag. En we gaan zo wel snel door het seizoen heen. We zijn nu al oktober. Nu komt Zotewagen eraan. Ik weet niet of jullie het leuk vinden of niet als ik zo doe dat ik, de wedstrijd allemaal simuleer. Nu, Zotewaregem, oeh, gelijk 0-0. Meer puntenverlies. Moeten we dan nu oppassen dat we niet te veel gelijk spelen? Hier komt die club uit Duinkerke, denk ik. Het is weer een Frans team, een van de weinige Franse teams die ertussen zitten. Eerst even mijn scoutverslag bekijken. Nee, dat is niet goed. Nee, helaas weer niks goeds. Oké, hopelijk winnen we dit. Oeh, 0-4. Dat is mooi. Dat is weer een mooi resultaat. We staan mooi aan op kop. Oké, we winnen weer met het kleinste verschil tegen Leuven. Dus thuis zijn we nog steeds ongeslagen. Oei, onze spits heeft een rode kaart. Dan moet ik hem gebruiken als spits. Dat is wel een, ja, een nadeel dat we hebben nu, dat hij een rode kaart heeft. Hij was onze beste spits die we hebben. Nu komt de RKC Waalwijk is uit. Ik denk wel dat we dit winnen. En we spelen gelijk. Putner die hier scoort, hem ken ik wel nog. Dat hij ooit wel naar recht speelde. En hier komt Bek Zwolle, die is ook thuis. Oeh, 3-1. Mooi. Maar ja, dan is de volgende wedstrijd in de beker. En ik denk dat ik dat ga houden voor de volgende aflevering. Dus ik had hier snel als zitten simuleren tot de wintertransfers. Dus kan ik weer wat transfers doen en zo. Ik ga even misschien kijken naar alle competities. Eens zien wat de stand is in de eerste klasse van de Beneliga. Ajax staat eerste. Ja, de Belgische teams doen het wel minder. De top 3 wordt gedomineerd door Nederlandse teams. En wie degradeert er? Groningen of Cercle Brugge gaan waarschijnlijk degraderen. Misschien ook nog Mechelen. Dit is wel allemaal interessant om even te zien. Oké, ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond jullie deze video een beetje leuk. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Dus... Doei doei.